In dit filmpje gaat het over de capability-theorie van Amartya Sen en zijn eigen specifieke karakter van zijn theorie binnen de capability-benadering en ook hoe hij zich verhoudt tot het denken van Martha Nussbaum. Nou, en daarmee wordt aangesloten bij Lidl 27, waar een van de kandidaten wordt gevraagd dat ze de opvattingen van Martha Nussbaum over capabilities en functionings uit kunnen leggen en daarbij een vergelijking kunnen maken tussen haar opvattingen en die van Amartya Sen. Nou, een van de dingen waar Sen bekend om staat, is dat hij zegt, we hoeven niet een uitgewerkte theorie te hebben van de capabilities die verdeeld moeten worden om een rechtvaardige samenleving te bewerkstelligen. Waarom niet? Nou, allereerst omdat capabilities volgens hem altijd een betere munteenheid zullen zijn dan schaarse goederen. Dus het is sowieso altijd beter om te kijken naar capabilities dan bijvoorbeeld te kijken naar geld of naar macht of naar rechten of naar privileges of naar fietsen van mijn part. Bovendien, zegt Sen, dat is nog natuurlijk niet echt voldoende. Want waarom heb je dan nog geen lijst nodig van de capabilities? Misschien heb je dus geen lijst nodig van schaarse goederen, maar wel een lijst van capabilities. Maar hij zegt, dat is niet nodig, want eigenlijk, ook al heb je niet helemaal een uitgewerkte theorie over wat nou precies de 10 centrale menselijke capabilities zijn, of de 5, of de 9, of de 100, ook zonder uitgewerkte theorie heb je toch nog goed zicht op duidelijke onrechtvaardigheid. Dus hij zegt eigenlijk, kijk, wat je ook precies denkt over wat de belangrijke dingen zijn, heel duidelijk is dat als mensen kreperen van de honger, dat ze dan de functioning doorvoed zijn niet kunnen bereiken. En dat ze de capability zouden moeten krijgen om dat wel te doen, omdat wat je er ook precies over denkt, dat een duidelijke vorm van onrechtvaardigheid is. Met andere woorden, capabilities om in bepaalde basisbehoeften te voorzien zijn altijd nodig. Maar wat dan precies die basisbehoeften zijn, daar hoeven we niet een definitieve lijst van te maken. Tegelijkertijd hebben we ook wel enig idee wat die basisbehoeften zijn. En zijn bepaalde zaken gewoon heel duidelijk onrechtvaardig. Nou, waarom zou je zeggen, ga je niet toch even een lijstje maken, Sen? Want kijk, blijkbaar zien we het wel, hè, wanneer het onrechtvaardig is. Nou, kijk, Sen zegt, inderdaad, je hebt daar wel een punt. Eigenlijk moet je ook wel een lijst hebben. Alleen, die lijst die ga ik je niet geven. Dus zo'n capability theorie over rechtvaardigheid, die moet op de een of andere manier wel een lijst hebben. Want anders weet je toch nog steeds niet wat je moet verdelen. Echter, zegt Sen, ik in mijn eigen theorie die ik aan het bouwen zijn, hoef jou die lijst niet te geven. Nee, de uitwerking van die lijst, die moet eigenlijk door middel van maatschappelijk debat plaatsvinden. Die moet in de maatschappij zelf plaatsvinden. Zij moeten bepalen wat die lijst is. En dan kun je zeggen, filosofen kunnen dus niet zelf die theorie geven, kunnen niet zelf die lijst geven met centrale menselijke capabilities. En bovendien, omdat je er misschien vanuit kunt gaan dat dat maatschappelijk debat binnen verschillende culturen ook verschillende lijsten op gaat leveren, krijg je dus ook per maatschappij eigenlijk een lijst met verschillende capabilities die belangrijk zijn voor rechtvaardigheid. En dat is essentieel, want dat heeft ook gevolgen voor Sen's verhouding tot Nussbaum. Kijk, wat Nussbaum zegt is eigenlijk, ik heb als doel van mijn capability theorie het vergroten van de menselijke waardigheid. En het vergroten van de menselijke waardigheid betekent eigenlijk het vergroten van de mate waarin mensen beschikken over die 10 centrale menselijke capabilities van Nussbaum. Sen's idee is eigenlijk veel meer het vergroten van daadwerkelijke vrijheid. En wat Sen daarmee bedoelt is dat je zegt, kijk, het lijkt soms wel alsof je de vrijheid van mensen vergroot doordat je ze allerlei spullen geeft. Maar op het moment dat ze met die spullen niks kunnen, dan zijn ze daardoor niet vrijer geworden. Dus Sen is vooral geïnteresseerd in de capabilities als een duidelijke maat, als een duidelijk instrument eigenlijk om te meten hoe groot de vrijheid van mensen nou echt is. Nou, de middelen daar verschillen ze ook in. Want Nussbaum zegt, mijn middel is een beleid gebaseerd op een universele lijst met centrale menselijke capabilities. Terwijl Sen zegt, ik als filosoof ga jou die lijst niet geven, in tegenstelling tot wat Nussbaum doet.
Ik wil beleid gebaseerd op een lokale lijst van centrale menselijke capabilities. En daarmee zou je kunnen zeggen dat Nussbaum wel past binnen het idee van het politiek liberalisme. Hè, omdat zij een lijst heeft. Die lijst is neutraal in een zekere zin. En daar is overlappende consensus over bereikt. Maar voor Sen geldt dat niet. Want Sen vindt die neutraliteit ook niet zo belangrijk. Want door zo'n lokale lijst te hebben, kan het principe van de neutraliteit zeker geschonden worden. Omdat die lijst eigenlijk slechts past binnen een allesomvattende theorie van het goede leven. Maar Sen vindt dat niet bezwaarlijk en vindt dat de maatschappij desondanks zelf zo'n lijst op moet stellen. En daarmee verschilt Sen ook van Nussbaum op het punt van het politiek liberalisme.